het hebben over vraag en aanbod. We gaan het hebben over de collectieve vraaglijn. Collectieve vraag is de totale vraag van alle consumenten bij elkaar. Dus niet van één consument, niet van jou, niet van mij. Je kan natuurlijk ook voor jou bijvoorbeeld een vraaglijn opstellen voor het aantal sinaasappelen wat jij eet afhankelijk van de prijs. Maar dit gaat om de collectieve vraag, dus dat is de vraag van alle mensen die sinaasappelen eten bij elkaar. Zo gaan we het ook hebben over het collectieve aanbod. Dus dat is het aanbod van alle producenten van één product bij elkaar. Bij de iPod is dat natuurlijk één producent, Apple. Maar als het gaat om sinaasappelen, zijn er natuurlijk heel veel telers van sinaasappelen. En hun aanbod bij elkaar, afhankelijk van de prijs, leidt tot een collectieve aanbodlijn. We gaan het hebben over de evenwichtsprijs. Die gaan we berekenen. Hoe komt die nou tot stand? We gaan het hebben over de evenwichtshoeveelheid. En we gaan het hebben over de evenwichtsomzet. Laten we snel beginnen. Voor de vraag naar een product kan je een vergelijking opstellen. En die vergelijking kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien. Hier zie je bijvoorbeeld de vraagvergelijking voor iPods. QV is min 2P plus 400. QV, dat staat voor quantity, Engels, hoeveelheid. En V staat voor vraag. Dus die QV staat voor de gevraagde hoeveelheid. In dit geval de gevraagde hoeveelheid iPods. Is gelijk aan min 2p, die p staat voor de prijs van een iPod, plus 400, een constante. Je kan je voorstellen, als de prijs van een iPod omhoog gaat, wat gebeurt er dan met de vraag naar iPods? Die daalt. Dus je kan je voorstellen dat daarom die min 2p staat, die min staat daar, om dat verband tussen een stijgende prijs en een dalende vraag, of het verband tussen een dalende prijs en een stijgende vraag, in deze formule uit te drukken. Dus in een vraagvergelijking staat er een min voor de prijs, om dat verband tussen prijs en vraag goed uit te drukken. Gaan we naar de aanbodvergelijking. Apple is de enige producent van iPods. Afhankelijk van de prijs van een iPod is het natuurlijk interessanter om er meer of minder te gaan produceren. Nou, bij het aanbod is dat verband natuurlijk een hoge prijs, maakt het voor Apple interessanter om meer iPods te produceren. We zien het dan nu wel even los van of die iPods ook echt verkocht kunnen worden. Dus je moet vraag en aanbod ook echt los van elkaar zien. Wat ik soms ook hoor is, ja, als de vraag daalt, dan stijgt het aanbod. Nee, het zijn echt twee losse dingen. En we gaan zo meteen wel kijken, afhankelijk van de prijs, hoeveel er gevraagd en hoeveel er aangeboden wordt. In dit geval is de aanbodfunctie 3P-150. Hierin zie je ook goed tot uitdrukking komen dat pas vanaf een bepaalde prijs het voor Apple interessant is om iPods te produceren. Want je ziet bijvoorbeeld, als de prijs pas 50 euro is, dan staat hier 150 min 150, dan zitten we pas op 0. Dus pas vanaf 50 euro is het interessant voor Apple om iPods te gaan produceren. Onder een prijs van 50 euro produceren ze niks. En dan zie je ook dat naarmate de prijs stijgt, Apple meer iPods gaat aanbieden. Dat komt dus heel mooi door deze functie tot uitdrukking. Oké, hoe kunnen we nou het evenwicht berekenen? Want op die markt van iPods is er dus een bepaald evenwicht tussen vraag en aanbod. Want dat is er dan met elkaar in evenwicht als we het hebben over een markt en een prijs. Dus de vraag naar iPods is gelijk aan het aanbod van iPods. In dit geval, die vraagformule was min 2p plus 400, is in dit geval dus gelijk aan 3p min 150. Nou moeten we dus algebraisch gaan bepalen wat de evenwichtsprijs is. En vervolgens, als we die evenwichtsprijs hebben, gaan we de evenwichtshoeveelheid bepalen. Hoe gaan we nu als eerste de evenwichtsprijs van een iPod bepalen met behulp van deze twee formules?
Nou, we kunnen het eerst nog even grafisch bepalen. Als we van die formules lijnen tekenen, zullen we zien dat het ergens tussen, ergens op die twee lijnen, een snijpunt is waar ze elkaar kruisen. En dat snijpunt is dus het evenwichtspunt. En dat snijpunt geeft dus ook aan wat de evenwichtsprijs is en wat de evenwichtshoeveelheid is. In dit geval blijkt dat snijpunten liggen bij een evenwichtsprijs van 110. Dus bij een prijs van 110 euro is de aanbod van iPods precies gelijk aan de vraag naar iPods. En dat betekent dat dat bij 180 iPods het geval is. Dus de evenwichtshoeveelheid is dan 180. Dit is grafisch afgeleid, afhankelijk van het snijpunt. Dat kunnen we dus ook algebraisch uitrekenen. We stellen die twee formules aan elkaar gelijk en dan moeten we oplossen wanneer deze kloppen voor welke prijs. Dat doen we door de dingen met een P naar links te halen en alle andere dingen naar rechts. Dat doen we als eerste door er min 3P aan beide kanten vanaf te halen. Dan verdwijnt rechts de 3P, want daar gaat min 3P vanaf, dus dat wordt uiteindelijk 0. En dan houden we over links van de min 2P gaan nog eens min 3P af, dus dat wordt min 5P plus 400. Of rechts houden we 100 of min 150 over. Wat we nu moeten doen is die 400 van links weghalen. Dat doen we door aan beide kanten min 400 af te halen. Dan houden we links over min 5P. Rechts komen we uit op min 150, min 400 is min 550. We delen nu aan beide kanten door min 5 en dan komen we uit op een prijs van 110. En dat komt heel mooi overeen met die grafiek, want daarin zagen we al dat het snijpunt bij 110 euro ligt. Nu hebben we de evenwichtsprijs algebraisch berekend. Dit is dus de prijs waarbij de vraag naar iPods precies gelijk is aan het aanbod van iPods. Nou willen we graag de evenwichtshoeveelheid berekenen. Dat kan heel simpel, want we hebben een formule en het maakt nu niet uit welke formule we gebruiken. De formule voor de gevraagde hoeveelheid of voor de aangeboden hoeveelheid. Want we weten immers, het is de evenwichtsprijs, dus vraag en aanbod zijn aan elkaar gelijk. Dus daarom maakt het niet uit in welke formule we die P invullen. We vullen hem in de vraagformule. Min 2 maal P plus 400. We weten dat de prijs 110 is. Dus we vullen voor die P 110 in. Min 2 maal 110 plus 400. Komen we uit op 180 stuks. En dat komt precies overeen met wat we in de grafiek hadden gezien. En dat is dus de evenwichtshoeveelheid. Nou hebben we dus de evenwichtsprijs, 110 euro, en de evenwichtshoeveelheid, 180 stuks. Even een stappenplan hoe we dat dus kunnen doen. Stap 1, als we het evenwicht moeten berekenen, de gevraagde hoeveelheid is gelijk aan de aangeboden hoeveelheid. Die twee formules stellen we aan elkaar gelijk en we komen uit op een evenwichtsprijs van 110 euro. De evenwichtsprijs is bekend. Dan gaan we die evenwichtsprijs invullen in de QV of in de QA-formule. En dan komen we uit op een evenwichtshoeveelheid. Die is 180 stuks. En dan hebben we dus de stappen gehad. Dan hebben we het evenwicht berekend. Dan gaan we de evenwichtomzet berekenen. De omzet is gelijk aan de evenwichtsprijs maal de evenwichtshoeveelheid, P maal Q. In dit geval dus 110 euro maal 180 stuks is 19.800 euro. De evenwichtsomzet is dus 19.800 euro. Tot zover de uitleg over vraag en aanbod en over hoe je een evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid uitrekent met behulp van of de grafieken of met behulp van de formules. Mocht je een vraag hebben, dan moet je ze even stellen. Succes!